Dat heet. Dat is allemaal echt, hè? Ik doe mijn eigen stunts. Hey. Oké, hallo! Hoi! Welkom bij de allereerste, de slechtste brievenrubriek van Nederland. Dat is al een slechte manier om het aan te kondigen. De allereerste, de slechtste. Dat is toch helemaal niks? Ja. Welkom bij de allerslechtste brievenrubriek van Nederland. Welkom, dat zei je al. Nou ja, je kan in ieder geval niet zeggen dat we je niet gewaarschuwd hebben. Nieuw op mijn YouTube kanaal gaan Max en ik wekelijks waarschijnlijk jullie vragen en brieven behandelen. Oh, dat vind ik goed. Ik vind behandelen is de juiste term. Beantwoorden? Waarschijnlijk niet. Ik heb al een oproepje op mijn Instagram geplaatst. Als je me daar ook nog niet volgt, dan moet je dat vooral doen. Mijn Instagram naam staat hier. Zwaar, staat hier. En Max ook hier dan maar, hè. Maar ik zou hem niet volgen, hoor, want het is voornamelijk allemaal nerdy stuff van gitaren en... Heb je vragen over health, lifestyle, gezondheid... Sport, dieet... Afvallen... Omvallen, opvallen, meevallers, dingen, al dat soort dingen, als het maar valt. Dingen die je moeder doet, of een vervelende oom op een verjaardag. Of misschien wil je wel net zo goed gegrilde groenten leren zeggen als ik. Dan moet je hier wezen. Stuur ons je vragen en wij doen er lekker mee waar we zin in hebben. Kunnen we er in ieder geval om lachen. Ja. Wil je ons ook een brief sturen, dan staat het adres hieronder in de beschrijving van de video. Er staat nogal wat hieronder. We hadden het er ook gewoon op kunnen zetten, maar het staat allemaal hier en het is heel zwaar. Dus ja. Ik krijg het niet. Oh, Jezus. We gaan echt heel zo door. We beginnen met de brief van de week. De brief van de week. De eerste brief is van Sterre. En Sterre zegt dat ze eigenlijk... Sterre, hij of zij, zegt echt... Welke hij heet er nou Sterre? Ik neem aan dat je een zij bent, Sterre. Oké. Okay. Sterre mailt ons. Sterre zegt... Kijk, ik hoef niet per se in de video, maar ik heb een vraag over mijn fietsketting. Oké. Die ligt eraf. Maar het probleem is, er zit zo'n doek voor. Ik heb zo'n Vogue-fiets. Vogue-fiets? Oké, nee, dat ligt niet aan mij. Dat is te oud voor, denk ik. Vogue-fiets. Een fiets moet je altijd zo... Je valt... mijn moeder gaat hem doorknippen, zegt ze, maar is dat ook nodig? Want ze wil hem niet naar de fietsenmaker brengen. Wat mij wel verstandig lijkt. Nu krijg ik dus een lelijke fiets met ketting te zien. Tips. Ja, lastig man. Een fietsvraag is de fiets van de week en de eerste vraag ooit in de brievenrubriek. Ja. Nou, Sterre snapt het in ieder geval. De Vogue-fiets. Ik denk dat we de Vogue-fiets misschien even moeten googlen. Ja, wat dat is. Ja. Ah, dat gaat dus gewoon... is wel een mooi dingetje. Wat Sterre dus bedoelt is de zogeheten kettingkast. Volgens mij, ik heb iets bedacht. Als Max iets heeft bedacht, nou, en dan weet je het wel hoor. Berg je maar. Kijk. God. Dit is een movie prop. Wel bekend uit de Hitman's Bodyguard. Wacht even, ik ga even hier langs. Dude. Wat ik begrijp uit Sterre's mail is dat de ketting los is en dit ding zit er omheen vast. Bij jou is hij dus bij de blauwe fiets. Is hij dus niet van stof, maar van een soort van... Maar deze is vervangen omdat ze die bij de Hitman's Bodyguard mijn blauwe kapot hadden gemaakt. Nou, daar is dan je oplossing. Ga in een film spelen met je fiets en dan wordt je ketting gerepareerd. Tada! Sterre! Succes! Succes! We hebben dus ook al een eerste brief ontvangen. Een brief. Het bestaat. Mensen sturen nog steeds post. Oké, hoi Marije. Ik ben Marit en ik woon in Alblasserdam. Wauw. Wauw. Dat klinkt als Amsterdam, maar het is best wel heel anders. Ik kijk je video's al vanaf het begin en ik vind het altijd heel leuk om te zien wat je nu weer gaat doen. Ik heb een vraag voor de brievenrubriek. Aha. Hoe ziet jouw dag er normaal gesproken uit? Ik zie in je video's altijd dat je thuis bent en soms op kantoor, maar het lijkt iedere keer heel anders. Heb je een routine of is het elke keer weer anders? Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat je mijn vraag beantwoordt. Kusjes en 1000 kazervlees. Oh, dankjewel voor de kazervlees! Nou, Marit. Ik word wakker om 7 uur. Dan gaat Max springt er al meteen uit. En dan ga ik YouTube comments lezen en beantwoorden. Dan springt Max de deur uit na het douchen. Ik vind wel dat je mij een stuk levendiger doet overkomen dan dat ik normaal gesproken ben. Ja, meestal is het shock hoor. Ik heb dus een kantoor. Of nou ja, zo'n grote naam mag het niet hebben. Maar ik huur een bureau op een kantoor met nog allemaal meer gezellige meiden. En daar ga ik vaak werken. En ik ben ook vaak thuis, want daar is de kat. Hier is de kat, hij lijkt nu dood. Zij lijkt nu dood, hij maar... Hij is een zij, ja. Ja, maar ze leeft nog hoor, denk ik. Alright, next. Maar blijf
laten we even heel... Als je papier een brief opstuurt, kom je er sowieso in. Dat vind ik een soort regel. Dat mensen gebruiken het adres, stuur brief op. Dat is belangrijk. En ook mag met kaas en vlees. Of chocola. En de naam is? Editeren. Hey Marije, superleuke video's altijd. Ben hierdoor een stuk meer op mijn eigen eetpatroon gaan letten. Ik heb een vraagje, welke app gebruik je om je dagelijkse calorieën bij te houden? Nou, ik heb die dus eruit gehaald omdat ik zo vaak de vraag krijg welke app ik gebruik. De app is MyFitnessPal. Maar wat ik eigenlijk interessanter vind is, waarom wil iedereen zijn calorieën bijhouden? Ik gebruik dat eigenlijk alleen tijdens experimenten omdat ik dan benieuwd ben hoeveel calorieën en mijn macro's en hoeveel vitamines, mineralen ik heb binnengekregen. Omdat ik dat natuurlijk in het experiment wil meenemen en in de conclusie. Maar verder tel ik echt geen calorieën en raad ik het ook niet aan. Tuurlijk is het wel echt heel erg nuttig om te weten hoeveel calorieën producten bevatten, zodat je gewoon wat meer bewustwording creëert over eten en wat je allemaal in je mond stopt. Maar om heel neurotisch iedere dag te gaan tracken wat er allemaal in je mond gaat. Nee, helemaal niet leuk. Weet je hoeveel tijd het kost? Dat ook. En als je goed voelt, voel je je goed. Dat is belangrijk. Ja, opa vertelt, jongens. Volgende vraag. Ilse underscore BM underscore. Haar vraag is, ik heb een probleem. Nou, daar gaan we je mee helpen. Ik weet niet wat ik aan jou moet vragen. Nou, €1000 zou je kunnen vragen. Je kan tips vragen voor de beste hondentrimsalon in Zaandam. Je zou kunnen vragen, hoe word ik de slechtste fietser van Nederland? Want jij bent ook echt een heel slechte fietser. Ja. Oh ja, en op momenten dat het niet nodig is, spontaan heel hard gaan praten. Dat is ook een goed ding. Kan ik je ook bij helpen. Dat zijn allemaal dingen, dus denk daarover na. Ja, ik kom bij me terug. Kom bij ons terug, Ilse. Kijk, we gaan nog één vraag doen. Ja, nog één vraag. Eén vraag. De laatste vraag is van Ja Die Muis. Mijn vraag voor jou is, waarom ben je een YouTube kanaal begonnen? Ik vind die video's erg leuk. Ik denk dat deze aan jou is. Dankjewel. Nou, toch vind ik dat jij mijn hand wordt. Omdat Marije, die wil niet echt werken. Marije is heel lui. Dus die zocht eigenlijk gewoon een way out. Zodat ze de hele dag thuis kon zitten en af en toe een uurtje moet filmen. Waarom ben ik een YouTube kanaal begonnen? Omdat ik het heel leuk vind om experimenten op gebied van gezondheid en voeding te ondergaan. En dat is eigenlijk geboren vanuit een ander experiment wat ik voor Women's Health ooit heb gedaan. Maar als je daar meer over wil weten, dan moet je vooral even deze video kijken die nu hier tevoorschijn komt. Want daar vertel ik ook in hoe het allemaal is gegaan. Oké, dan is het nu tijd voor de lifehack. Met Lifehack geven we je iedere week een gezondheidstip. Ik heb een goeie voor deze week. Mag ik eerst beginnen met een smerige? Een tijdje terug had ik last van een ingegroeide teennagel. Jakkes! Maar dat gebeurt, en dat gebeurt jullie vast ook. En toen zag ik op Instagram de tip van iemand die zei, je moet aan de voorkant van je teennagel, om hem iets langer laten groeien, een V-groef erin knippen. Dus dan heb je zo'n nagel en dan zit er precies zo'n V knipje eruit. Met het idee is dan dat die nagel naar elkaar toe groeit en zo zichzelf uit het ingroeien trekt. Klinkt debiel, werkt perfect. Ja, dat heeft jou wel echt geholpen. Ja. Lifehack! Ja, oké, top tip. Jongens, dit was de allereerste slechtste brievenrubriek van Nederland. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Voor mij hebben we de belofte wel waargemaakt en kan niemand teleurgesteld zijn. Nogmaals, stuur vooral je brieven en je vragen in. Mag via e-mail, mag via de post, die krijgen voorrang. En dan zien we je volgende week terug. En wij garanderen, hoe serieuzer de vraag, hoe lomper wij ermee omgaan. Doeg!